De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, gaat in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut in op bezoeken van politici tijdens schooluren aan onderwijsinstellingen. Haar reactie volgt na het recent bezoek van een trekker van een politieke partij aan het IMEO te Wanica. Onlangs hebben we dus kunnen vernemen dat een van de politici naar de IMEO is geweest, Wanica, om daar, zoals het heet, een motivatiegesprek te houden. Deze trend van motivatiegesprekken is allang gaande. Met mijn aantreden heb ik in elk geval een rondschrijver laten gaan dat het niet toegestaan is dat tijdens schooltijd, tijdens de lestijden, mensen zomaar het ministerie kunnen binnenstappen zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie. Dat is een regel, dat is een beleidsregel die al jaren bestaat. Maar men houdt zich er niet aan. En ook bij deze, in dit geval, is de directeur eigenlijk in de fout gegaan. Ik heb onlangs een verweer gelezen en hij zegt ja, eerder, volgens mij in de vakantie, had dezezelfde persoon al met de leerkrachten een motivatiesessie gehouden. Maar dat was buitenschooltijd, dus dat is hem goed bevallen. Dus hij zag er geen kwaad in om nu tijdens schooltijd deze mevrouw weer toe te laten. Maar daar is hij dus in de fout gegaan, want dit was niet buitenschooltijd. Kijk, als mensen motivatiegesprekken en hun dingen willen doen, buitenschooltijd, geen enkel probleem. Maar je gaat niet de ruimte van het ministerie gebruiken. En ook niet tijdens schooltijd eigenlijk kostbare studietijd afknabbelen van onze studenten. Dat kan niet. Nogmaals, de directeur heeft zich verweerd. Ja, ik heb voor de zekerheid maar weer een circulaire laten rondgaan. Dat niemand zonder toestemming van de leiding van het ministerie zich op een school kan begeven voor welke activiteit dan ook. Wat zich eerder heeft voorgedaan, minister, want het is herhaaldelijk gebeurd, was er toen sprake van een gedoogbeleid? Ja, misschien zou je het zo moeten noemen. Ja, ja, gedoofd beleid. Er zijn inderdaad een aantal mensen, ook politici, oppositie en coalitiemensen gegaan voor motivatie. Talks met de kinderen. Nou, ik ben van huis uit psycholoog. Ook daarvoor heb je een training en opleiding nodig. Wanneer je zegt motivational speech, dan gaat het vanuit een bepaalde context en wat wil je bereiken. En wie ben jij? Ben je zo'n geweldig rolmodel dat je wilt bereiken dat kinderen naar jou gaan luisteren? Dus zelfs als men zou vragen voor een motivational talk, zou ik als minister steeds vragen van, ja, waar gaat het eigenlijk over? En wat wil je bereiken? En met welke doelgroep? En met welk oogpunt wil je die motivational talk gaan bereiken? Kijk, als mensen, als kinderen, studenten voor een examen zitten en je wil ze echt moed inspreken, dan kan ik het nog plaatsen. Maar hallo, we zijn begin februari. Wat voor reden heb je nu om nu op dit moment een motivational talk te gaan doen? What's the point? Ik begrijp het niet. Dus nogmaals, zelfs dan gaan we een stapje verder om te willen weten, wat kom je doen op die school? We kunnen ook een situatie krijgen, minister, waarbij op een ander niveau bemoeienis komt. En ik denk bijvoorbeeld aan de vakbond. Hoe kijkt u daar tegenaan? De vakbond, bemoeienis van de vakbond. Nogmaals, het beleid met betrekking het tot het onderwijs, wat er op en in de scholen en tijdens de schooluren gebeurt, ligt bij het ministerie. En de vakbond heeft op dat moment met mijn studenten geen bemoeienis. Sorry. Ik denk nogmaals, motivational talk. 1.
Wat beoog je? We hebben een hele afdeling met mensen die een master's hebben in basic life skills. Als de kinderen gemotiveerd zouden moeten worden, dan hebben we dat in huis bij het ministerie. Dus die behoefte is er helemaal niet. We zijn bezig, er zijn zaken die speciale aandacht vragen, juist binnen het VOJ en het VOS onderwijs. Daar zijn we mee bezig om dat aan te pakken. Dus nogmaals, ja, je gaat altijd kijken wat zit erachter. Hè? Deze periode, de kinderen moeten gewoon zich goed voorbereiden om dit lange tweede kwartaal echt de stof goed erin te krijgen. En we hebben geen tijd voor activiteiten van derden die ze gaan afleiden. Met het verweer van de directeur en het feit dat u nog een circulaire heeft doen rondgaan, is de zaak volgens u afgedaan? Met de circulaire, dus we hebben het verweer gezien van de directeur. En ik heb voor de zekerheid nogmaals een circulaire gestuurd, zodat deze kwestie nu een beetje gesust is.